Ik ben Sophie Mannaert, nummer 10 van de Antwerp Ladies. En Mroela Guvench, nummer 10 van de Antwerp. Hoe ben je eigenlijk bij Antwerp terechtgekomen? Het ging eerst via Björn Singier, waar ik in Helmond samen mee heb gevoetbald. En eigenlijk op dat moment was het dat Richard Strikker eigenlijk T2 werd bij de Antwerp. En hij belde mij. Maar eigenlijk had het niks met elkaar te maken. Ze wisten niet van elkaar. En toen belde Richard. En na Richard belde de hoofdcoach. Toen ging het eigenlijk heel snel. Mijn keuze was heel snel gemaakt om eigenlijk bij de grootste club van België te voetballen. Want uiteindelijk is het wel de grootste club, denk ik. Ja, dat kan ik beamen. Want ook bij de dames is het... Het enthousiasme ook voor ons ook heel leuk en heel groot. En ja, wij zijn heel blij dat we hier met open armen ontvangen zijn. En ja, ik kan dat absoluut beamen dat het de grootste club van België is. Ja. Nee, inderdaad. Speel je al lang in België? Nee, denk het niet. Hè? Dat is het eerste jaar. Nee, het is eigenlijk, ik ben geboren in België. Ja. Ik heb tot mijn 12e. 13e heb ik bij de amateurs gevoetbald in Limburg, in Genk. Ben ik naar Nederland vertrokken. En heb ik tot mijn 24e eigenlijk in Nederland gevoetbald. Ben daar een halfjaartje in Turkije. En daarna weer anderhalf seizoen in Nederland. En nu is de eerste keer in België. Dat was ook mijn doel eigenlijk, dat ik in België ooit zou willen voetballen. En, ja. Dat was de ideale tijd, denk ik. Ja, ik ben zelf ook een aantal wedstrijden al komen kijken. Hoe vlot gaat het bij jullie momenteel? Ja, we hebben gewoon een heel goede voorbereiding gehad en een heel goede competitiestart. En daarna gaat het wat minder. Maar we kunnen dramatisch doen dat we 2-3 wedstrijdjes verloren hebben. Maar we staan nog steeds mee bovenaan in de top 5. Misschien wel wat 7 punten achterstand, maar... We moeten niet vergeten dat wij een volledig nieuwe ploeg zijn. Ik denk dat dat ook bij jullie zo is, dat jullie een volledig nieuwe ploeg zijn. Ja. Dus de resultaten... Jullie zijn ook nog geen team, gelijk hoe dat wij nog geen team zijn. Individueel zijn wij misschien de beste club uit de tweede klas. Alleen, ja. We zijn hier nog geen ploeg. En hoe is het bij jullie dan? Ja, we hebben nog maar 3 punten, dus 3 gelijke spelen. We hebben wel al een aantal wedstrijden gehad dat we toch wel verdienen om die 3 punten te halen. Maar dat lukt zo net niet en soms ook wel een beetje pech en zo met de bal van de lijn op de paal. Maar denk ik, ja, de ploegen die bovenaan staan, die hebben meestal dat tikkeltje geluk. En ja, wij moeten daar blijven voor vechten en blijven hopen dat het... Niveauverschil tussen Nederland en België? Ja, is er wel. Ja? Ja, die kloof is er. Die wordt wel steeds kleiner omdat de Belgische ploegen toch ook wel een inhaalbeweging aan het doen zijn. Ze proberen ook op dezelfde basis te werken als in Nederland, ook met meer trainingen in de week. Ook bij de nationale ploeg werken ze ook veel professioneler al. Het kan nog veel beter natuurlijk, maar ja, dat is niet zomaar op 1, 2, 3 weggewerkt. En, hoe vaak trainen jullie? Wij trainen nu 3 keer. En in Nederland ja, trainen ze 4 keer, soms 5 keer. Dus, maar in Nederland zijn ze geen profs, of wel? Ze zijn geen profs, maar de faciliteiten zijn er veel beter. Bijvoorbeeld voor werk en studie. Bijvoorbeeld als wij werk moeten verlof vragen. En daar, ja, in België zijn ze daar nog niet echt... Moet ik het zeggen? Soepeler. Ja, we zien het nog altijd als een hobby. En werk komt nog natuurlijk altijd op de eerste plaats. En in Nederland appreciëren ze het vooral, denk ik, veel meer. Ja, ja. En jij werkt? Ik werk, ja. Ik geef les in buitengewoon onderwijs. Okay. Ik geef lichamelijke opvoeding en ook algemene vakken. Dus het zijn aan leerlingen die een beetje leerproblemen hebben, maar die ook vooral een slechte thuissituatie hebben. Okay. En, ja. Ambitie in het voetbal? Ja, ambitie wel, maar het is namelijk zo, in België kan je niet hoger geraken dan dit wat ik nu bereikt heb. Ik zou wel heel graag nog verder gaan. Ik ga ook een beetje opleidingen volgen qua scouting en verder gaan voor cursus trainer B en misschien ook wel later iets anders nog. Maar we zien nog, momenteel heb ik wel... Ja, werk genoeg met mijn job en de voetbal op zich. Dus, Belgisch international? Ja, ik heb een tijdje
gezegd dat het moeilijk te combineren was met het werk. Maar eigenlijk door Antwerpen heb ik nu terug de volledige 100% zin gekregen in het voetbal. Ik heb me terug bij Yves Cerneels, bij de bondscoach, kandidaat gesteld. En ik ga er volledig voor gaan. Maar het zal natuurlijk ook wel niet gemakkelijk zijn, want de plaatsjes zijn daar ook duur. Ja. Het is je gegund. Ja, dankjewel. En heb jij broers, zussen die ook in het voetbal zitten? Of, Nee, we zijn met 5 kinderen thuis. Mm-hmm. Ik heb 3 zussen, een broer, die wel tot zijn 27e prof is geweest. En nu gewoon een vierde nationaal voetbalde bij Lommel. Ja, ja. Maar hij heeft ook echt vanaf zijn 16e tot zijn 27e heeft hij op profniveau gespeeld. En België prof geworden. Nederland en ook in Turkije gevoetbald. Ja, en wat zijn uw ambities verder nog? Promoveren met Antwerpen naar eerste klasse, waar we thuis horen, denk ik. Dus, ja. Zou mooi zijn. Ja, zou inderdaad mooi zijn. Want ik denk wel dat deze club dat verdient na 10 jaar. Het moet wel. Ja. Het moet ooit gebeuren. Mm-hmm. En ik hoop dat het ooit nu is. Want dan heb ik het meegemaakt. Ja. Ja, het zou absoluut mooi zijn. Dus, ik denk wel dat het kan. Want jullie hebben inderdaad, zoals je zelf zegt, genoeg capaciteiten in de ploeg. Maar het is nog een lang seizoen en wie weet. Het is te hopen. Mm-hmm. We doen er alles voor. Ja. Alleen, wat ik al eerder zei, we moeten nog een team worden. Mm-hmm. Dat kun je niet in 2-3 maanden worden. Nee. Misschien dat we na de winterstop, ook bij jullie misschien, dat je wel de punten gaat pakken en dat wij wel gaan aanpoten richting de eerste, tweede plek. Ja. Heb jij broers, zussen? Ja, ik heb 1 broer en die 5 jaar ouder is, die eigenlijk wel aan de basis ligt van het voetballeven dat ik gestart ben. Dus die voetbalde met kameraden in de tuin en ik wou altijd meedoen, maar die zei van nee, je moet niet meedoen. Dus, je moest met poppetjes spelen. Ja, maar dat vond ik niet leuk. En ik moest en zou meespelen. En door de broer. Goeie keuze gemaakt dan? Ja, absoluut. Om mee te voetballen. Ja, ik ben heel blij dat ik verder gegaan ben met voetbal. Ja. Ja, is toch het mooiste wat er is, of niet? Ik vind het wel, ja. Ja, buiten dat, gewoon sport is het mooiste wat er is. Dus, ja, en er is ook heel veel. Het spelletje op zich is leuk, maar ook gewoon die emoties er rond, de beleving. Jullie hadden een uitdaging gemaakt, zeker. En de uitdaging is gelukt. Ja. En wat voor een ervaring was het eigenlijk zo? Ja, op zich waren we al heel tevreden dat de uitdaging gelukt was. Dat er zoveel supporters komen opdagen zijn. En natuurlijk, die uitdaging, die lingeriekalender, die was in het begin niet echt met 100% onthaald bij de speelsters. Maar als wij dan hoorden dat dat door een professionele fotograaf, Henk van Kouwenberg, gedaan werd, dan had iedereen zoiets van amai, wauw. En ook, het was op zich een heel leuke ervaring. Denk ik niet iedereen dat die ervaring mag meemaken. En het is gewoon heel leuk, gewoon netjes opgedaan worden. En het is professioneel en dan is het mooi. Dus, maar ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Dus, ik ook. Ja, dus dan zou ik zeggen, kom donderdag 14 november naar het atrium. En daar wordt de lingeriekalender eigenlijk voorgesteld. Dus je bent zeer welkom. Bij welke maand zit je dan? November. November? Ja, volgende week, 14 november. Oké. Okay. Maar ik zelf bedoel je? Ja. Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Ik weet er niets van. Dus het is voor mij ook een complete verrassing. Wat was de reactie van je man? In het begin dacht hij van, lingerie en hoe gaat dat zijn en dit en dat. Dus absoluut, er zijn vragen. Maar als ik hem zei van, dat is een professionele fotograaf, dan... Dan kan er niets. Denk niet dat hij daar iets kan tegen hebben. Dus, en als de foto's mooi zijn, denk ik, of hoop ik dat hij ook tevreden zal zijn. Ja. Denk je zo na dat die kalender ook bij ons in de kleedkamer opgehangen gaat worden? Daar zijn we van bewust dat dat zou kunnen zijn. Ja. De een al wat meer dan de andere waarschijnlijk. Dus er zijn bepaalde speelsters die populair zijn. En dat weten wij. Dus, Gelijk wie? Zoals onze keepster bijvoorbeeld, Leila. Ja, is dat zo? Dat,
is zo, ja. En dat weet iedereen. En, maar er zijn nog een aantal mooie dames. Dus ja, absoluut. Ik zal zeggen, koop er maar eentje. Hè. Heb ik ruzie met mijn vrouw, denk ik. Ja, dat is voor een goed doel. Het is toch niet gemakkelijk om eigenlijk 2000 supporters bij elkaar te halen voor een uitdaging? Zo, ja. Vooral voor een dameswedstrijd dat nog niet zo populair is in België eigenlijk. Nee, dat klopt wel wat je zegt, want het vrouwenvoetbal is helemaal niet zo populair als het mannenvoetbal. Ja, dat is gewoon dankzij de club, dankzij de goede supporters die hier zijn. Ja, ik zeg het nogmaals, dankzij hun blijven wij gewoon elke week positief en moeten wij gewoon elke wedstrijd opnieuw aanvatten met de gedachte van wij gaan winnen, wij kunnen winnen. En ja, dat is gewoon dankzij die supporters eigenlijk. Ja. Goeie instelling. Ja, want eigenlijk... ik weet, op Gent hebben ze ook dezelfde uitdaging gedaan en daar hadden ze maar 1000 supporters. Ik had gehoord dat daar wel lelijke speelsters waren, misschien daarom. Dat zou wel eens kunnen, ja. Dat ga ik niet zelf over oordelen, maar ja, dat kan wel, wie weet. Misschien is dat wel de reden waarom de supporters hier blijven komen. Nee, dat is gewoon nee. Als je ook bij ons ziet eigenlijk, wij spelen bijna gemiddeld voor 9000 man onze wedstrijd, dat is gewoon super. Dat heeft gewoon met de grootheid van Antwerpen te maken. Dat maakt niet uit als straks denk ik de jeugd zelf een uitdaging gaat zetten, dat er nog steeds zoveel man zal komen, want iedereen leeft voor deze club. Want het is gewoon super. Want als je kijkt, is de oudste club, eigenlijk de grootste club van België. Ja. Ik denk wel dat dat, ook al gaan de duiveltjes een uitdaging aan, ik denk wel dat je gemakkelijk weer aan de bank kan komen wat ze willen. Ja, dat klopt wel. Ja, ik hoop gewoon dat het voor u nog een heel mooi seizoen wordt. En met natuurlijk veel overwinningen. En ja, wij blijven op zoek naar onze eerste overwinning. En, ja. Maar het komt wel als je de volste vertrouwen daarin blijft houden. En je zegt zelf, jullie hebben ook nieuwe speelsters en het is niet gemakkelijk. En, ja, die punten komen zolang dat jullie het best zullen doen. Mm-hmm. Jullie zullen wel een kantelmoment hebben. Daarna zie je wel dat je misschien... 2-3 wedstrijden achter elkaar kunt winnen. Ja. Het is alleen maar een kantelmoment. Jullie zijn zoekende, denk ik. Absoluut, ja. Die kantelmoment kan al volgende week zijn. Ja. Ja, ik hoop het. Dus, ik wens je in ieder geval heel veel succes voor dit seizoen nog, voor de komende wedstrijden. Ja. Doe daar maar de beste van. Ja, dank je wel. Ik wens natuurlijk u hetzelfde. Heel veel punten natuurlijk. En ja, op naar eerste klasse. Ja, dan kunnen we lekker eind van het seizoen samen feesten. Ja, zou mooi zijn.